Nou, hallo allemaal. Ik loop hier samen met Gerard. Mijn naam is Ruud van Onderdijk. En wij lopen naar onderduikerskamp Dendelus, als ik het goed zeg, Gerard. Dat klopt helemaal. Misschien kan jij jezelf even introduceren. Ja, ik ben Gerard Geboers. Ik ben sinds een jaar of 10 bezig met de oorlogsgeschiedenis, maar dat komt door het kamp Dennenlust. Mijn familie is bij dat onderduikerskamp betrokken geweest. Ja. En daar komt mijn betrokkenheid vandaan. Wij lopen nu in het hoofdgebouw, zeg maar. Ze kwamen niet gewoon zoals wij nu over dat gehucht gelopen zijn, hè? Niet nee, ja, echt door de bossen midden door. Echt heel stiekem, stilletjes. Ja, dat zal wel moeten natuurlijk. Ja. Nee, de samenleving was helemaal ontregeld op dat moment. Er was geen wettelijk gezag. Er was geen leger en de politie was vaak geïnfiltreerd door Duitse elementen. Nou, het risico is natuurlijk altijd dat er iets verraaien wordt wat niet bekend mag zijn. Niemand mag weten dat hier een onderduikerskamp zit. Ja. 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 Hoe doe je dat? Omdat mijn familie er ook bij betrokken was, mijn vader heeft het een en ander opgeschreven. Eigenlijk de volle impact van wat hij meegemaakt heeft, die werd mij pas duidelijk toen ik hiermee bezig was. Ja. Dat die man bijvoorbeeld, weliswaar niet per se gericht, maar die heeft wel 3 keer onder vuur gelegen. En ja, daar moet je toch echt heel diep induiken om dat te voelen. Ja. Een beetje te voelen. Ik denk, goh, dat is heftig geweest. Je hebt zelf die schrik niet. Dat is heel nee, op... juist. Ja, precies. Ja. Nee, dat hadden wij toen ook. Wij zijn toen voor onze voorstelling hebben wij 24 uur opgesloten gezeten met ook, ja, zonder iets, zeg maar. En toch weer met elkaar. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat gevoel van angst hadden wij niet. Nee, daar heb je op dat moment niet. Nee, dat is totaal geen reden voor. Heb je geen aandacht? Gelukkig maar. Ik moet zeggen, ik ben hier 4 keer met familieleden. 4 keer verschillende, sommigen zijn zelfs 2 keer geweest, maar met familieleden van verschillende mensen die hier gezeten hebben. En dat zijn enorm indrukwekkende ervaringen. Ja, dat geloof ik goed. Bloedstollend. Het lijkt me heftig, om dan die verhalen te delen met die familieleden. Ja. En dan ook met jou. Ja. Ik ben hier met een paar dochters een keer geweest van een van de mensen die hier gezeten hebben. Ja. Die vader heeft zijn hele geschiedenis opgeschreven, nooit een woord erover verteld. Dat is niet ongewoon. Nee, dat zullen de meesten wel gewoon voor zichzelf gehouden hebben. Ja, ja, het is te heftig om te vertellen. En Stolk heb ik gesproken, die nummer 2 hier van het kamp, die leider. Die zei van, ik was natuurlijk toen ook niet thuis gekomen om te praten. De wederopbouw, er moest gewerkt worden. Maar achteraf zei hij, ik had er veel eerder over moeten praten. Ja, je krijgt ontzettend veel verhalen, ontzettend veel mooie, gedetailleerde verhalen, maar dat niet niks is. Ik denk dat heel cliché is en best waarschijnlijk heel cliché, maar ik denk wel dat het waar is. Want als je dit ziet en je zou hier voor een bepaalde periode moeten zitten, dat is heftig. Dat is heftig en dat hebben veel mensen gedaan, heel veel mensen. Dus geniet wat je hebt, ben blij met wat je nou hebt. Ik denk dat de kern is en vier dat. Met elkaar, met iedereen die je hebt.